Ik ben Joël Lancé, ik ben 17 jaar, ik kom uit Kesteren, ik woon in Heerenveen en ik doe shorttrack. Mijn naam is Tjerk de Boer, ik ben 16 jaar, ik kom uit Weidem en ik doe een shorttrack en lange baan. Nou, ik ben begonnen met schaatsen toen ik 5 was, denk ik, bij gewoon in Leeuwarden. En toen ik 9 was, ben ik begonnen met shorttrack, denk ik, of 9, 8, zoiets. Ik ben begonnen op mijn 7e. Omdat mijn ouders vonden dat ik moest kunnen schaatsen als er natuurijs lag. En ik kwam op een schaatsklas terecht en dat bleek shorttrack te zijn. En daar ben ik eigenlijk nooit meer vanaf gegaan. Ik vind het leuk aan shorttrack, want het is een tactisch spelletje natuurlijk. Het is constant interactie. En het is extreem. Shorttrack vind ik leuk omdat het heel spectaculair is. Je kan een spelletje spelen. Het gaat om uithoudingsvermogen, maar ook om wie er slim kan rijden. En je moet jezelf eigenlijk heel goed kennen om shorttrack goed te kunnen doen. Want je moet weten waar jouw sterke punten zitten en waar je zwakke punten zitten. Ik wil dan zo lang mogelijk nog combineren. En Jorien ten Mors heeft ook goud gehaald op de 500 meter op lange baan. Dus ik hoop dat ik het beide kan blijven doen. Ja, 20 uur trainen en dan komt er natuurlijk nog warming up en cooling down bij. Maar eigenlijk ben ik de hele week bezig met trainen, want mijn ritme is op het trainen gebouwd. Ik ga trainen en dan ga ik naar school en dan ga ik weer trainen. En ik zit niet langer op school als ik een training heb, want ik stop met school zodra ik weer weg moet om te trainen. Dus eigenlijk is mijn hele leven bezig met sport, zeg maar. Ik denk niet dat ik er heel veel voor hoef te laten, want dit is wat ik leuk vind. En het is gewoon, ik heb er altijd plezier in, dus ik heb niet het gevoel dat ik er veel voor hoef te laten. Ik ga naar Lillehammer met het doel om het beste uit mezelf te halen, denk ik. En veel te leren voor later. Dus ik denk dat vooral het belangrijkste is dat ik zoveel mogelijk meepik en leer. Normaal gesproken de 1500 meter, die wordt er niet gereden. Maar ik ben de laatste tijd echt wel verbeterd op de 500 meter. Dus ik hoop dat ik op beide afstanden, 1000 meter zeg maar de lange afstand. En de 500 meter de sprint, dus ik hoop op allebei een beetje goed rijden. Ik hoop naar de Olympische Spelen te gaan. En 2018 is wel heel snel, maar ik heb wel een stap gemaakt dit seizoen, dus wie weet dat dat nog lukt. Maar de Olympische Spelen is wel mijn doel. Ik wil graag de beste van de wereld worden, dat is mijn ultieme doel.